Na 26 jaar nam Sirus-medewerker Ger Ronge uit Asten afscheid van de lokale omroep. Ger heeft al die jaren de programma's Muziekvariété en Country Express samengesteld en gepresenteerd. Op donderdag 28 april presenteerde Ger voor de laatste maal zijn programma's. Ger Ronge, na 26 jaar ga je afscheid nemen van Sirus. Waarom? Ik denk ik ga het een beetje rustig aandoen. Want in de zomerdag is het vaak, dan wil je gaan fietsen en dan, zeg, en dan moet ik gaan zeggen van nee, ik moet boven muziek uitzoeken. En dat doe ik altijd met hart en ziel, dus daar zet ik me helemaal voor in. Maar ja, er komt toch een tijd dat je een keer moet gaan stoppen. En dat heb ik bij deze besloten. 26 jaar geleden ben je bij Sirus binnengekomen. Hoe ben je binnengekomen? Ja, via de oude ruchten. Hè. Dat was boven de zolder op. Je was al moe dat je boven was. Ik weet niet hoeveel trappen dat je naar boven moest. Nou, dan was je boven en op een gegeven moment zaten er staat je mensen. Daar heb ik me zo aangemeld. En ik kon gauw genoeg beginnen. Dus. Altijd country? Nee. Het was altijd muziek van de jaren 60, 70. En daarna ben ik met country langzaamaan begonnen. En heb ik het laatste kwartier van Muziekvariété heb ik de country gedaan. En zo langzaam is het meer geworden. Twee uren? Twee uur country, ja. Dat doe ik ook al verschillende jaren, ja. Ja. Ik weet dat jij in huis een hele kamer hebt met alleen maar cd's van country muziek. Weet je ze nog allemaal te staan, zo'n beetje? Ja, het stikt van de muziek, ja. Maar ik weet ze allemaal te staan, want die staan allemaal in de computer. En ik hoef in de computer maar te kijken en dan vis ik ze zo eruit. Ja. Is er een bepaalde voorkeur van country zanger of zangeres? Ja, dat is zo breed en groot. Dat is van Alan Jackson, Dolly Parton en de Mavericks en noem ze maar op. Het is zoveel. Zoveel keuze is daar. En dan heb je nog bluegrass en dan heb je nog Tex-Mex en Cajun. Dat is ook een onderdeel van de country. Ger, hoe ben je nou eigenlijk, ja, je zei het al, via de rug te binnen gekomen. Maar waarom ben je nou bij Sirus gekomen? Ja, ik woonde in een jaar of anderhalf of twee in Asten. En toen hoorde ik dat ze hier begonnen met een lokale omroep. En toen dacht ik mijn eigen, nou daar wil ik het fijne van weten. Dus dan zo ben ik hier binnengekomen. Want vroeger was je stiekem piraatje. Hè? Dus dat deed je ook stiekem. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik denk, nou hier wil ik meer van weten. En zo ben ik begonnen hier. Ja, het opbouwen van een programma, daar gaat ook wat tijd in zitten. Hoe is jouw countryprogramma opgebouwd? Ja, hoe is dat opgebouwd? Ik ga op een gegeven moment ga ik naar boven en dan zoek ik daar mijn muziek uit. En ik wil toch een format hebben. Dus er komt dan bluegrass in voor, er komt Tex-Mex in voor, er komt Cajun in voor. Nou, en de rest vul ik dan aan met country tot het uurtje voorbij is. En dan heb ik nou de laatste jaren heb ik de artiest van de week en de artiest van de maand. Dat kan een keer vrouwen zijn in een jaar. En dan de mannen heb ik dan de artiest van de maand. En het jaar erop doe ik het dan andersom. Nu heb je je hebt twee uren country, maar je hebt eigenlijk drie uren bij Sirus, waaronder Muziekvariété. Wat houdt Muziekvariété dan in? Ja, dat is een muziek waar ik dan natuurlijk mee grootgebracht ben. Dat is van de jaren 60, 70. En dan komt er wel wat bij in de 80er jaren. Af en toe heb ik eens iets in de 90er. Maar meestal zit ik in de 60 en 70er jaren. Want daar ben ik mee groot geworden. Je zei het al, je bent begonnen in de oude ruchten. Wat heb je allemaal meegemaakt bij Sirus? Oh, van alles en af wat. De mooiste dingen. Ik kwam een keer daarbij, moest ik daar een programma doen. En dan hadden we de mengpaneel stonden aan de andere kant van de studio. En op een gegeven moment toen was hij opgeblazen. En toen dacht ik, als ik zondags morgen, ik dacht van, dat zal ik toch niet gedaan hebben. Maar dat was er gelukkig niet, want dat was al een heel oud ding. Dus je was sowieso al aan vervanging toe. Ja, nou, dat is de oude ruchten, de boerderij. Dat is ook een heel leuk item geweest, geloof ik. Of een leuk ondergedeel. Ja, daar hebben we ook nog mee geholpen met verhuizen van de oude ruchten naar de nieuwe ruchten. Of naar de Boerenkamplaan. Ja, dat is ook een mooie tijd geweest. Ja, prachtig. Nou, veel dingen daar gedaan. Dan belden ze me zondags op. Was er leiding boven bevroren. Dan moest ik die weer gaan maken. Nou, leuke dingen hebben we daar gehad. Ja. En dan weer terug naar de nieuwe ruchten. En nou weer naar de nieuwe ruchten, ja. En daar heb ik ook met veel liefde en plezier gewerkt. Dit is David Ball met Amigo. Ger, door de jaren heen, singeltjes. Je kwam hier met een hele tas met singeltjes en LP's. Ja, zo'n grote koffer, ja, die zat hartstikke vol. Je liep hartstikke scheef alleen van het gewicht van die cd's, ja. En ja, singeltjes, LP's, cd's en nou... Ja, maar ik ben gauw genoeg met cd's begonnen. Want die waren er toen al, toen ik hier begon. Maar nou zie ik geen enkele cd. Nee, nou, allemaal op de stik, hè? Want ik doe thuis mijn programma voorbereiden. Maar dat ken ik hier niet, want dan moet ik mijn uren opofferen voor hier te gaan zitten. Dus dat doe ik allemaal thuis en dan maak ik mijn programma en dan zoek ik op internet van artiesten.
Nou, en dan heb ik weer een gevuld programma en kan ik er donderdag weer stevig tegenaan. Ja, een heel verschil. Ja, ja, dat is het ook, ja. Ger, 1 uur radio, zegt men, is 1 dag werk, omgerekend in de uren als voorbereiding voor jouw uur country of muziekvariété. Ja, muziekvariété niet zo, maar bij country wel, ja. Daar kan je wel zeggen van, dat is een complete dagtaak, ja. Ja, van zoeken naar de artiesten voor de goede muziek, want je moet toch een goed format hebben. Dus ja, daar gaan toch best wel tijd in zitten. Dat is best een dagtaak, ja.